Als de nacht valt, dat vind ik eigenlijk een heel vrolijk en liefdevol liedje. Als je als partner dat hoort, dan word je toch op slag vrolijk. Allee, als je dat opzet, ja, dat is toch echt wel gemaakt om mensen gelukkig te maken. Ja, het is een uptempo liedje. En inderdaad, je wordt daar wel happy van. Het is geschreven door mijn broer Christophe. En ja, hij heeft dat eigenlijk op een paar uurtjes geschreven. En ik stond meteen achter die in een tekst. Dat was al zoiets van, ja, daar kan ik mij in vinden. Want ja, een tekst, weet je, je moet je daar ook in vinden. Dat is hetzelfde als met de melodie. Dat moet echt schoon, ja, schoon samenpassen. En bij dit nummer had ik dat meteen. Dat was al zo van, ja. Dat is het. En dat is ook wel een tof uptempo nummer dat je echt op die ja, slagerfestivals kan doen. Ja, ze gaan in de handen klappen of meebewegen. En dat is het leuke eraan. Heb jij bewust aan jouw broer gevraagd om een tekst te schrijven voor jouw album? Als Christophe tijd heeft, dat is natuurlijk iets anders, dan schrijft hij wel vaak teksten, want hij heeft nogal teksten geschreven voor mij. En hier, ik wist dat hij toen een weekje in Spanje zat, toen dat hij deze tekst gemaakt had. Dus ik heb er een beetje van geprofiteerd om hem te vragen van, zie je het niet zitten om een tekst te maken op dit liedje? En hij vond dat een mega leuk nummer. En Christophe is ook zo iemand dat als zijn gevoel ja zegt op een nummer, dan gaat dat vanzelf. En anders is dat toch wel iets moeilijker. Dus ja, bij dit nummer was dat meteen, ja, meteen in de chakosh. Als de nacht valt hier beneden.